We hebben echt nu dat punt bereikt waarvan wij zeggen tot hier en niet verder. En dat zal zich uiten de komende dagen. De leraren zijn vandaag tot de slotsom gekomen dat ze geen andere uitweg hebben dan deze overheid, deze regering duidelijk te maken dat we nu een grens hebben bereikt. En dat we vanaf morgen het werk zullen neerleggen. En dat gebeurt niet 1, 2, 3 van de ene op de andere dag. Er is een heel proces daaraan vooraf gegaan. Wij hebben ons op een positieve manier opgesteld naar de regering. We hebben de regering alle ruimte gegeven voor de verkiezingen. Noem maar op, we zijn al bijkans 2 jaren bezig om te komen tot een goede waardering. En het blijft uit. Onze eisen die wij op meerdere momenten kenbaar hebben gemaakt aan de regering. Eis nummer 1 is: de regering moet de onderhandelingen aanvangen met betrekking tot de implementatie van de herwaardering van alle leerkrachten. Eis nummer 2. De regering hoort over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met de onderwijsbonden ten aanzien van de herwaardering van de leerkrachten zoals afgesproken in 2015. Eis nummer 3. De regering moet in haar beleid kwalitatief goed onderwijs veiligstellen ten behoeve van de hele samenleving. Door genoegzaam te investeren in alle geledingen van het onderwijs om op deze wijze de nationale ontwikkeling van dit volk te garanderen. En eis nummer 4 heeft te maken met het koersenbeleid dat op dit moment gevoerd wordt. En wij zijn van oordeel dat fundamenteel omgebogen moet worden, zodat verdere verarming van alle werkers niet, of tenminste niet kan worden voortgezet. Dus dat leidt tot verdere verarming. Dus het beleid moet worden omgebogen, zodat verdere verarming van de werkers kan worden stopgezet. We willen aan die overheid duidelijk maken dat ze zich moeten houden aan afspraken. En we hebben ons geduld, dat duurt allemaal te lang. We hebben echt nu dat punt bereikt waarvan wij zeggen tot hier en niet verder. En ik hoop dat de overheid met het besluit van de ALV om vanaf morgen het werk volledig neer te leggen, dat een signaal is dat wij dat we bereid zijn tot het uiterste te gaan en dat de overheid met de meeste spoed naar de onderhandelingstafel komt om met de vakbonden te gaan onderhandelen hierover. Wanneer we morgen het werk gaan neerleggen, dan willen we echt een beroep doen op de ouders om hun kinderen thuis te houden. Zo'n dure tijd. In deze dure tijd. Laten ze hun kinderen thuis houden, want wij gaan geen onderwijs verzorgen. En we gaan door met die actie totdat de overheid tot het inzicht komt dat ze op een volwassen manier met deze werkers moeten omgaan. En dat ze aan tafel moeten gaan zitten om te kijken hoe we gezamenlijk hieruit kunnen geraken.